is weer netjes, keurig gedaan. Yes. Keurig. Even wachten, wachten. Hey. Hey Timo, houdt keurig de lijn. De vanglijn steeds recht vanaf het afvangpunt naar de bolder, naar de tuin van de buren. Ja? En als je het ergens onder komt te liggen, ga je het gelijk vrij maken. Ja? Een vrije vanglijn is super belangrijk. Daarnaast heb ik nog een lijn als deze, die probeer ik ook vrij te houden. Deze groene. Maar die is niet zo belangrijk. Neem ik natuurlijk nog mijn klimlijn. En die heb ik constant hier in de hoek. Ik wil niet dat die in de war komt met de vanglijn. Dat ik dadelijk meegesleurd word natuurlijk. Ja? Dus dat is belangrijk, dat je lijnen probeert zoveel mogelijk vrij te houden. Keurig. Oké, je ziet, we zitten nu iets boven het vangpunt. Wat gebeurt er? Hij gaat die kant op. Ik duw hem ook een beetje die kant. Dan gaat hij daar zakken. En dan gaat hij hier achter. Dus we gaan deze knoest, deze stoppen, deze gaan we er even afhalen. Dat hij hier niet achter gaat haken. Ik denk dat we driekwart gedaan hebben. Van de takken dan, hè. En dat gaat super zo. Timo is even beneden bezig, lekker het touwtje losmaken. Je ziet de klant, hè. Die heeft beloofd, ik ga alles zelf afvoeren. En dan is altijd maar de vraag of hij dat ook echt gaat doen. Maar deze klant gaat het echt doen. Hij is echt een strijder. Kijk, ze heeft zijn eigen kettingzaagje. Heeft hij gekocht. Nou, daar hebben we onze eigen mening over. Maar hij doet het best wel netjes, moet ik zeggen. Hij heeft al heel veel hout op maat gezaagd. En daar ligt er een berg takken. Ik hoop dat er straks nog batterij en geheugen genoeg is om dat ook nog te laten zien. Het is echt niet normaal. Oké, hey, dit is de laatste tak van deze uitloper. Ik heb hem hier vastzitten aan het vangpunt naar de bolder, naar Timo. Timo is er klaar voor? Timo is er klaar voor. Ik zit hier zelf gezekerd twee keer natuurlijk met de fliplijn en mijn lange lijn. En ik heb hier deze lijn vast. Die zit er gewoon omheen gewikkeld. Dit is allemaal wrijving, jongens. Er zit helemaal geen knoop in. Alleen wrijving. Kan ik hem makkelijk losmaken straks. Om te voorkomen natuurlijk dat hij tegen het huis aanklapt. Super! Oké, van de vier uitlopers zijn er 1, 2, 3 klaar. De laatste, die natuurlijk de makkelijkste is, omdat hij de juiste kant op wijst, daarom heb ik die laten staan, die staat nog. Nu gaan we deze pakken. We gaan even de zaag wisselen, dus in plaats van de 201 pakken we hier de 362 voor. Als ik deze gedaan heb, dan wil ik weer de 201 terug en dan ga ik naar boven, want ik wil bovenin niet met een grote zaag onstabiel staan. Dus dan wisselen we weer terug.
In de lucht houden, Timo. Ja. Ja, en dan op de kleine hout leggen daar. Als het lukt. Als het lukt, hè. Gaan we een beetje zakken. Ho, kijk uit. Juist. Keurig. Echte schapenwolken hier zo. Lekker man. Hey, we zijn hier terug in de top. Die andere 3-4 uitlopers zijn weg. Hè. Alles, alle takken liggen daar, al het hout ligt beneden. En ik wil even het vangpunt laten zien hoe dat is ontwikkeld. Dat is glad, hè? Dan zie je ook dat als je zeg maar gaat snoeien en je zou je klimlijn over een tak laten lopen, hè, je gaat in en uit en in en uit, dan gaat het cambium, het levende gedeelte, hè, dat zie je wel, hè, dat slijt enorm in en hier zie je er helemaal doorheen. Dit is echt het hout waar je in zit en hier zie je de verschillende lagen. Dus de bast, het cambium en het hout. En deze zit nu in het hout. Ja? Maar het is nu super glad en hij loopt best wel soepel, kijk maar. Best wel mooi. Oké, okay, hey, we gaan hier nog 1, 2 afvangen of zo. De derde die gooi ik in één keer neer. En dan gaan we afblokken. Uitstekend! Dat was de laatste die we hebben afgevangen. Deze laatste die trekken we om. We zullen daar precies voor het huis landen. En de rest blokken we af. Er ligt natuurlijk al keurig hout. Dat hebben we natuurlijk niet per ongeluk daar neergelegd. Daar gaan we nu op afblokken. En straks laten we daar de stam op vallen. Ga goed, hè, mensen. Ga goed. Hoe noem je dit? Takkenzooi, takkenbende. Daarom zeg ik wel de boompjekappen.nl voor al uw takkenwerk. We gaan even een beetje uit de wind staan. Ik heb even een nieuw kaartje gepakt. Dus vandaar dat jullie er weer bij zijn en de rest niet hebben meegemaakt. De top is eruit gegaan. We hebben in 2 delen hebben de rest afgeblokt. En nu gaan we hier even een mooi kussen maken van dat hout wat hier ligt. Om het laatste gedeelte te laten vallen. Spanbandje netjes opgerold. Gewoon weer netjes keurig in de bak. Neem er even de tijd voor, hè, om je spullen netjes op te ruimen. Dan kun je de volgende keer als je iets pakt, kun je ook snel weer aan de gang. Dat hout, dat leg ik natuurlijk voor 2 dingen neer. 1 is om het straatwerk te beschermen. Dat is natuurlijk belangrijk voor de klant. Maar belangrijk voor mezelf. Ook als het op grond is, of gras, takkenbende, wat dan ook, leg ik graag dit neer, omdat het dan van de grond ligt. Dat betekent dat je niet in de grond gaat zagen, niet in stenen gaat zagen, dat soort dingen. Dus ik leg altijd graag wat neer, dan kan ik daarna, ik kan de klant natuurlijk niet achterlaten met zoiets. Ja, dit kleine spul kan die wel op maat zagen, maar die dikke niet. Dus die gaan we straks in plakken zagen voor hem, en dat moeten we wel even goed doen. Dus daarom leggen we dat hier neer. Hey jongens, neem je tijd, hè, even een goede valkerf te maken. Deze staat klaar. Ik kan de achterkant inzagen. Gaat ie? Hey, alles is klein gezaagd. Wat we nu hier hebben, dat is wel interessant, is het bovenste gedeelte natuurlijk geweest. Die heeft hier 4 uitlopers gehad, dus je moet het op zijn kop denken. Dus hier komen die 4 uitlopers uit. En je hebt hier dan ook 4 groeiringcentrums. Dat is wel tof. En uiteraard aan deze kant, dat is de onderkant ervan, heb je dat ook.
tof. En op deze manier komt er een einde aan deze klus die fantastisch gegaan is. Dat afvangen met een boulder, dat doe ik niet al te vaak. Dat heeft een paar redenen. Eén, omdat natuurlijk de grondman, die moet echt weten wat hij doet. Je kan namelijk geen fouten maken. Als je hem te ver laat zakken, kan je hem niet meer verder omhoog trekken. Hey! Hey jongens! Daarom zeg ik altijd, hoog klimmen, klein zagen. Als er dan wat misgaat, is het helemaal niet zo erg. Wat denk je wat er gebeurt als zo'n groot stuk stam van 200 kilo bijvoorbeeld uit de strop valt? Of als hij te veel zwaai maakt en hij gaat richting het huis. Wat denk je wat er dan gebeurt? Dan heb je veel meer schade. Ja, dus ik hou ervan om net iets verder te klimmen, kleiner te zagen, zodat het gewoon, bijvoorbeeld met een snapcut, hè, die trapsnede, zodat je hem kunt afbreken en gecontroleerd naar beneden kunt gooien. Dat heeft mijn voorkeur. Maar ik wilde dit laten zien voor jullie. Maar ik denk dat deze klus, als ik gewoon verder had geklommen, dat op zich niet veel langzamer gaat. Want je moet het zo zien, ik klim in de boom, je moet de touw vastmaken, je moet wachten op de grondman, die laat het zakken, een touwtje natuurlijk weer binnenhalen, weer vastmaken. En in die tussentijd ken ik al 3-4 andere zaagsneden gemaakt hebben met kleinere takken. Ja, dus ik weet niet per se of het sneller is. Kijk, deze klus was in Nootdorp bij Den Haag, het is een half uur rijden. Ik kan natuurlijk voor kiezen om daar even te gaan kijken. Dat betekent dat ik vanaf hier daarheen een half uur bezig ben, kijken, praten met de klant. Nou, ben je minimaal een kwartier verder en dan weer een half uur terug. Dus ik bij iedere klus die ik aanneem, doe ik allemaal met foto's. Dat levert me altijd een uur tot anderhalf uur extra tijd op, zeg maar extra risicotijd op. Wat helemaal niet erg is, maar dat betekent dat als ik bij de klant ben, dat het helemaal niet erg is als ik een half uurtje of een uur langer bezig ben. Want ik had er anders heen moeten rijden. Ja, en dan had ik het juist in kunnen schatten. Ik vind overigens wel, en dat probeer ik zo consequent mogelijk te doen, als ik een prijs geef, dan wil ik er echt mijn best voor doen om die prijs ook echt op de factuur te krijgen. Ik vind het flauw om dan te zeggen, ja, dan kom je bij de klant aan, hè, je staat er klaar voor. En dan ineens zeggen, hè, de klant is voorbereid, je verwacht dat er vandaag wat gaat gebeuren. En dan zeg je, ja, hij is toch groter dan ik dacht en moeilijk en meer afvoeren. Ik wil er wat extra voor hebben. Ja? Dat zijn ongeintjes. En dat is waar iedere klant een takhekel aan heeft. Ja? Daar houden ze niet van. Dus ze willen een vaste prijs en geen verrassingen daarna. Ja? Dus ik wil altijd mijn best doen om de prijs die we hebben afgesproken ook op de factuur te krijgen. Dat gezegd hebbende, het is wel zo. Hè? Soms kom je bij mensen en dan zijn de foto's uit gekke hoeken genomen, waardoor de omvang niet heel goed is weergegeven. Of bijvoorbeeld, je gaat ervan uit dat je heel veel werkruimte hebt in de tuin, maar er blijkt een vijver onder de boom te staan of een blokhut of weet ik veel wat je gemist hebt op de foto's. Dat ligt een beetje aan de grootte van de boom, maar als ik inschat dat het langer dan een uur extra gaat duren, dan wil ik er nog wel eens wat van zeggen. Maar in principe, als jij niet de moeite neemt, zoals ik, om naar de klant toe te rijden en te gaan kijken, dan moet je niet zeuren als je daar staat en dat het werk groter is. Ja, dus probeer altijd, als je het aanneemt, zeker van foto's, probeer dan altijd het bedrag wat je overeenkomt ook na te komen. Ja? Want aan de andere kant, als jij, dat heb ik ook vaak gehad, dat je bij een boom komt en dat je denkt, is dit alles? Ik heb wel eens een boom gedaan, dat was in Den Haag voor €750 en daar waren we in anderhalf uur klaar. Kappen, afvoeren, frezen. 8 uur aanwezig, 9:30 reden we weg, €750. En die vrouw heeft niet, dat was de klant, die heeft niet geklaagd. Ja? Dus dat zijn de krenten in de pap. Hè? Laat zij iemand, je moet het zien als een bak vol met dubbeltjes en af en toe zit er een kwartje tussen. Ja? Je gooit lekker met je dobbelsteen en af en toe gooi je 6. Zo moet je dat zien. Dus soms zit het mee, soms zit het tegen en ik hoop natuurlijk dat het zoveel mogelijk mee zit. Maar dat is dus de andere kant. Dus aan de ene kant hou je aan je prijs. Als jij een prijs opgeeft voor iemand anders en het valt voor jou tegen, ga dan gewoon lekker keihard werken en maak die mensen tevreden. Ja? En aan de andere kant mag je ook van hun verwachten dat de prijs die afgesproken is ook betaald wordt. Ja? Ongeacht hoe lang je erover doet, ongeacht of jij met de setup die ik heb kom, of dat je met een kraan komt, of een hele grote versnipperaar, of een grote crew of wat dan ook. Ja? De prijs die jij hebt afgesproken, die ga jij rekenen. Niet meer, niet minder. Tenzij natuurlijk
van tevoren overeenkomt of werkzaamheden worden uitgebreid. Je moet bijvoorbeeld al het hout op maat zagen of weet je, dat soort dingen. Als dat extra is, dan moet je het gewoon rekenen. Want doe je jezelf niet tekort, hè? Daar hadden we het over gehad. Doe jezelf nooit tekort. Probeer dat in ieder geval. Hè? En als je fout zit, gewoon lekker werken en de klant tevreden maken. Hey, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Ik vond het leuk om dit filmpje voor jullie te maken. Geef gerust hieronder aan wat je leuk vindt om te zien. Iedere maandag en vrijdag, 8 uur. En dan zien we elkaar daar. Tot ziens!